Ook de veiligheidsorganisaties zijn de afgelopen jaren ernstig verzwakt en die moeten ook versterkt worden. We hebben bijvoorbeeld gezien, voorzitter, nadat wij een doorlichtingsteam hebben samengesteld als regering en hun het korps in ieder geval in de eerste fase de opleidings- en de selectieprocedure te laten doorlichten, voorzitter, kunnen merken dat van de 70% geselecteerden, let wel, we praten over veiligheidsdiensten, voorzitter, dat van 70% van de geselecteerden die zelfs opleiding gehad hebben, voorzitter, dat die niet voldoen aan de normen die gesteld zijn bij de wet. Voorzitter, dan begrijpt u wat we als regering gedaan hebben. Gestopt. Gestopt de selectie, gestopt de beëdiging. En ieder zal weer opnieuw geselecteerd worden door een andere commissie, voorzitter. En zo ziet u hoe structureel organen van staat zijn afgezwakt, voorzitter. Onlangs heeft de president hier gezegd dat 70% van de geselecteerden niet voldoen. En vandaag, voorzitter, heb ik een brief ontvangen van de mensen die in dienst moeten treden. Het is een heel grote groep van ongeveer 400 zoveel man. Met name en al, hun selectietraject is hier ook bij mij gedeponeerd. Wat erom gaat, voorzitter, de mensen hebben gesolliciteerd, zijn geselecteerd geworden. Ze hebben een traject afgelegd van sollicitatiegesprek, sporttest, noem maar op. Ze hebben zelf betaald voor hun psychologische test, 200 gulden en hun medische keuren, 400 SRD, in totaal 600 SRD, voorzitter. Ze zijn gekeurd en al wachtende om opgeroepen te worden om de opleiding te volgen. En wat gebeurt er, voorzitter? De wisseling van de wacht is daar en we horen de mensen voldoen niet, 70% voldoet niet. Voorzitter, ik zat bijkans 20 jaar bij werving en selectie. En zoiets maak ik voor het eerst mee. Als ik namen van mensen moet noemen, voorzitter, die niet voldoen, die in de politiedienst zitten, voorzitter, dan is het meer dan 50, voorzitter. Ik ga die namen niet noemen, maar ik wil vragen aan de regering via u, voorzitter, om deze jonge mannen en vrouwen niet te duperen. Ze voldoen voor ze. Kijk, ik ken dit ding. Shuttle test, noem maar op. De mensen hebben verwachtingen. De staat heeft verwachtingen bij hen opgewekt. Een aantal geselecteerd om de opleiding te volgen, voorzitter. Ik wil u vragen, voorzitter, via u aan de regering, om de mensen de opleiding te laten volgen, voorzitter. Dank u wel. Zij, want gaandeweg het proces, als blijkt dat iemand in aanraking is gekomen met justitie, dat is normaal, voorzitter. Dat gebeurt normaal door. Dan wordt zo'n persoon gelicht. En dat is normale gang van zaken. Als iemand betrokken is geweest bij een of andere strafbaar feit, gaandeweg het opleidingstraject of zelf in de politiedienst, dan wordt die persoon eruit gelegd. Maar die hele groep zo te zeggen van, die voldoet niet, alles moet weer opnieuw gedaan worden, voorzitter. Dat maak ik voor het eerst mee in mijn zoveel jaren bij werven en selectie voor. Dank u wel, vragen nogmaals, voorzitter, om het daarheen te leiden, voorzitter. Dank u wel. Ja. In ieder geval heb ik contact gemaakt met de minister van Justitie en Politie omtrent die zaak. Want gisteren ook heb ik petitie in ontvang genomen. En mensen zijn zeer ontevreden over de wijze hoe dat ding is gegaan tot nu toe. En inderdaad ben ik ook van mening dat je niet een hele opleiding kan volgen. Dat je die hele opleiding heeft doorlopen. Je bent geslaagd en dan word je niet beëden. De minister heeft gevraagd om dit weer in de Raad van Ministers te behandelen en dan bij de eerstvolgende gaan we behandelen. En we moeten echt een oplossing vinden. We kunnen kijken naar het vervolgtraject bijvoorbeeld dat KPS met wat betreft de selectie, dat men meer goed moet gaan opletten. Ja, maar in ieder geval we komen tot een oplossing in deze probleem. Ik vind dat als de man met ding examen alles aan doen, dat de man moet gooien naar korps. Als de man moet gooien naar korps, dan moet je water worden komen. Dat moet anders ingezet worden. Als er bewezen zijn dat de man
van meer in mijn criminele achtergrond. Ja. Dan die man trouwens. Die man heeft al zijn best gedaan. Dat geen wan hulp of wan trauma. Maar crimineel verleden is altijd nou. Er zijn veel mensen die dat ook hebben. Maar als mijn liefst mij veranderd toch? Je kan ook die man ooit trouwen, boeman ook toch? Dus crimineel achtergrond naar de zoals dat hij om ons loeko. Mensen moeten de kans krijgen. Dus om loeko. Wat zijn dat ook tot dat hier nou? Crimineel achtergrond. En dat hij om loeko. Om loeko aan omstandigheden van Mano. En hoe leeft die persoon nu? Dus meneer pleit niet dat hij een crimineel gooit naar organisatie. Meneer denkt dat hij aan zou gooien. Dat man verandert in Libië. Dat hij de man besloot om een dag. Dat hij alles aan poli naar grond tappen. Meneer want erom next morning. Dat kan niet. Er is een quicksand team aan het werk geweest. En die heeft bepaalde onregelmatigheden geconstateerd. Er zijn in die lichting 174 mensen opgeleid. En gebleken is dat recruiters zijn aangetrokken daar. Die niet de vereiste schoolopleiding hebben om toegelaten te worden tot de EPO, dus de elementaire politieopleiding van het KPS, moet je tenminste een MULO-diploma hebben. Dus mensen zijn toegelaten met een getuigschrift en LBGO-opleiding. Er zijn ook recruten aangetrokken die de maximale leeftijd ten tijde van sollicitatie hebben overschreden. Die leeftijd is gesteld op 28 jaar. Dus er zijn mensen toegelaten die ouder zijn dan 28 jaar. Er zijn ook recruten toegelaten zonder een medische keuring. Recruten toegelaten die medisch zijn afgekeurd. Er zijn ook recruten toegelaten met een negatief psychologisch resultaat. Het is namelijk zo dat wanneer je als recruit, voordat je als recruit wordt toegelaten, dus tijdens de werving en de selectie, moet je bepaalde onderzoeken doen, testen. En die zijn bijvoorbeeld een psychologische test moet je doen, medische test. En ook word je onderworpen aan een milieu- en antecedentenonderzoek. Dus ik heb aangegeven dat recruten zijn toegelaten met een negatief psychologisch resultaat. Recruten waarvan geen psychologische test is afgenomen. Recruten met een ongunstig antecedenten- en milieuresultaat. Er zijn ook recruten toegevoegd. Tijdens de introductieperiode, dus die recruten hebben dus die werving- en selectieprocedure niet doorlopen. En er zijn ook recruten toegelaten die eerder in verzekering waren gesteld. Dus ten aanzien van de lichting 2019-2020 zijn dat de onregelmatigheden die zijn geconstateerd. En de volgende lichting, dat betreft de lichting 2020-2021, waarvan de werving en de selectie ook al zijn afgerond, maar deze lichting is on hold gesteld om ook op dezelfde manier te worden gescreend, zoals bij de EPO 2019-2020. En er is ook sprake van dezelfde omstandigheden als bij de lichting van 2019-2020.